Don't walk away from me. Don't walk away from me. Want de verkeerslichten doen het weer niet. Maar ik weet nou wel waarom. Ja, we hebben een heleboel nieuwelingen bij de verkeersregelaars. Ik zou hetgene wat ik moet gebruiken in mijn rechterhand gebruiken. Maar dan moet ik het met mijn linkerhand vasthouden. Dus, voilà, dan heb ik hem links. Ja, lieve vrienden, welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenbol. Ik ben opgemaakt, ik heb schone kleren aan, ik had gisteren mijn haren gewassen, ik heb me vandaag ook gepoedeld en alles. Maar ondanks dat, mijn onderbuik, mijn onderrug en deze kant van mijn hoofd, dat wil niet. En zoals ik zit, heb ik geen hoofdpijn, maar ga ik voorover bukken om wat op te rapen van de grond of wat dan ook. Nou, dan wil je het niet weten en dan komt er ook een gloed van misselijkheid naar boven, dat wil je niet weten. Maar ja, dat wil ik helemaal niet vertellen, maar het is wel zo. Nee, ben wel dus opgemaakt en al. Het is vandaag Hemelvaartsdag. Het is donderdag geloof ik ook. Donderdag. De 18e van de 5e 2023 en we leven alweer reeds om 2 minuten over 4. Ja, het is laat, ik kom ook net beneden. Maar ik heb ook de was uit het droge gehaald. Ik heb mee naar beneden genomen, want dat moet eigenlijk ook opgevouwen worden. Maar ik ga zo eerst even lekker met mijn meisjes lopen. Rijke die is een beetje stout, want die stal eten van Kandal, wat ze absoluut niet mag. En wat ze ook absoluut wel weet dat ze daar niet komen mag. De kattenkamer. Kattenkamer die staat open voor Kandal, anders kan die er niet in komen. Maar zij moet eruit blijven. Ze mogen er allebei niet komen, die twee meiden. Dat weten ze. Ze mogen ook niet op de logeerkamer. Die is helemaal diervrij, laat me zeggen. Ja, oké, er zullen wel eens een keer een vliegje wezen of wat dan ook. Dat zijn ook dieren, maar mijn dieren komen er in ieder geval niet. Dat wil ik niet hebben. Dat moet diervrij zijn. Haar, ja, dat kruipt sowieso waar het niet gaan kan. En ik heb geen drempels, dus dat kan door de wind kan dat meewaaien onder de deur door. Maar zelf mogen ze er niet komen. Ik wil het absoluut niet hebben, want dan smaait er wat, ja. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga lekker even met ze lopen. En als ik wat zie, ja, dan heb ik die al wel weer bij de hand. Dus dat komt allemaal wel goed. En ik had eigenlijk vanmiddag weggewild, maar dat komt er nou niks meer van, nee. Ik ben nog niet daar de oude voor. Ik wil jullie graag meenemen naar een andere wijk, Niel den Helder, waar die koppen staan. Waar ik al een short van heb gemaakt. En ik wil daar nou langslopen met jullie in de hand. En dan die koppen allemaal stuk voor stuk dichterbij laten zien. Enkel, ja, die koppen waren allemaal van bronskleur. En ze stonden in een vijver. Ik mis ze hier in de binnenstad. We hadden hier, waar nou een straat is, stond de oude stadsschouwburg, de Amicitia. Ja, de theater, er waren ook toneeldingen en alles, toneelgezelschappen en al was daar. Nou ja, dat is allemaal verhuisd naar een ander gebouw, dat is daar hier in de stad afgebroken. Maar ook ja, die waterbak met al die koppen erin. En dan een trap in het midden naar het theatergebouw toe. En er was daar een bak met water, daar een bak met water. En stonden die koppen erin verspreid. En ja, hoe het was weet ik niet meer. Ja, toen bestond vloggen nog niet. En ik filmde toen ook nog niet met mijn mobiel. Had ik me wel gedaan, want dan had ik dat, weet je. Maar ja, helaas pindakaas, dat was wel toen bijzonder, echt. Ja, ik mis het hier in de binnenstad.
Ze hadden dat nooit niet weg moeten halen of weer moeten herplaatsen, maar dan op een ander plekje, maar wel in de binnenstad. En op dezelfde manier moeten houden en niet een ander kleurtje moeten geven met zilver. Nee, brons waren ze. Had dat zo gelaten. Maar ja, kom je je excuses aanbieden, tante Pollewop? Ja? Dan gaan ze lopen. Dus ja, dat dus, lieve vrienden, dat ik zou zeggen, ja, probeer van alles wat jullie doen te genieten. Als jullie ook mooi weer hebben. Ik ga het ook proberen, ondanks dat ik nou niet echt wegga. Nee, ik ben lang niet aan toe. En morgen komt Willy weer. Ze zou vandaag komen, maar het is vandaag hemelvaart, dus ze hebben vrij. Dus ja. Maar een vriendin, een hele lieve vriendin van mij, die heeft een mannelijke hulp, een huishouding, van 18 jaar. Die belde er al op of die eerder mocht beginnen. Hallo, het is hemelvaart, je hebt vrij, ik weet het niet. Dus ja, dat vond ik wel even grappig. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Ze zeggen het later. Nou, jullie zien het, ik ben weer lekker aan het lopen. Ja, ja. Want de verkeerslichten doen het weer niet. Maar ik weet nou wel waarom. Ja. We hebben een heleboel nieuwelingen bij de verkeersregelaars. Voornamelijk buitenlanders. Dus ja. En die moeten het leren. Dus ze zetten deze verkeerslichten lekker op oranje te knipperen. En dan hebben ze wat te leren. Ja. Want vannacht deden ze het gewoon, hè. Nou ja, dat kan niet van het een op het andere moment zomaar doen. En zomaar weer niet. En zomaar weer wel. En gisteren werd er ook gezegd tegen mij dat ze 3 dagen hier zouden gaan staan. Ja, die pionnen erbij. Dus ja, dat dus, hè. Ja. Dus, ja, ze zijn lekker bezig, zoals jullie zien. Eentje gaat nou met z'n tweeën weer rijden in het rode autootje. Daar stapte er net eentje bij in, dus we hebben gewisseld, denk ik. En ze staan hier met z'n vieren. En die man daar heeft een fluitje. Dus ja, maar wij gaan weer verder. De Texelse boot ligt er ook. Dus ja, wij lopen weer verder met de meisjes. Hé, ja nou? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. En wie weet film ik straks nog wel weer even. Je weet het niet. Nou, water. Ja, lieve vrienden, de keuken die is tot zover weer schoon. De vaat die is in de vaatwasser, die draait. Ik heb het lekker opgepoetst. En dat is helemaal leeg. En het blijft even helemaal leeg. Normaal behoort deze weer te staan naast de kookplaat. En die laat ik nou even hier staan. Daar staat nog een tas. Daar hangt nog een tas. Ik ga met die beginnen. Ik zet een stoel hier neer. Deze, die zet ik hier neer, voor het aanrecht. Daar komt die tas op te staan. Ik zelf ga hier zitten en ik ga beginnen met vouwen. Ja, er komt dan weer wat in die la ook. Ja, er zit nog maar wat in, maar dat zijn theedoeken. En mijn doekje voor me, als ik mijn bril in het apparaat ga schoonmaken, mijn sieraden, etc. Dus deze mag verder niemand gebruiken. Nou, er liggen nog 2 nieuwe theedoeken. Dat zijn oude theedoeken en 2 nieuwe vaatdoekjes nog. En ja, dit is een handschoen. Die kun je zowel links gebruiken, zowel rechts. Ik laat het jullie even zien. Ik heb hem nou rechts. Ik ben rechts. Dus ik zou hetgene wat ik moet gebruiken in mijn rechterhand gebruiken. Maar dan moet ik het met mijn linkerhand vasthouden. Dus, voilà, dan heb ik hem links. Dat is om diepvriespullen, et cetera, door te snijden. Kan je dit gewoon aandoen. Maar je komt hier niet met een mes doorheen. Nee, dat gaat het hem niet worden. Waar het voor gemaakt is, Joost mag het weten. Ik heb hem van mijn mannetje ooit gehad, maar ik heb hem nog nooit gebruikt. Maar hij gaat ook niet weg, nee. Maar dit is dus om iets door te snijden. Je voelt het niet. Nee, en het, ja, je voelt het gewoon niet.
Dus, maar ik gebruik hem gewoon niet. Nee, ik, waarom? Ik weet het niet. Je hebt geen greep. Als ik met die rubberen handschoenen, niet die siliconen, maar die rubberen, die dikkere, die een hoop vrouwen in hun huishouding dragen om ramen te lappen, om hun nageltjes mooi te houden. Nou, lekker belangrijk, ik heb geen mooie nagels, nee. Maar dat maakt allemaal even niet uit. Die gebruiken dan die rubberen handschoenen, huishoudhandschoenen. Maar daar kan ik niet mee werken, want dan heb ik geen grip. Nee, ik heb dan geen grip. Nou, dat wil je wel hebben. Toch? Vind ik. Dus ja, dat dus. Nou, maar dan ga ik dus lekker beginnen. En ja, ik laat het jullie gewoon straks zien hoe ver ik ben gekomen. En ja, mijn dammetje die wil er even uit. Dus voilà. Nou, zeg. Nou, doe even normaal. Moet je naar buiten? Jij ook? Jij wilt toch altijd weer zo binnenkomen. Grote. Nou, toe dan. Nou, en die tuin die moet nodig weer opgeruimd worden. Grassen, alles moet er weer uit. Het onkruid, troba. Maar ja, wie komt mij helpen? Ja, wie is er zo lief om mij een handje te helpen? Ja. Jullie zijn gek. Echt gek. Nee, ik wou dat ik een maatje had die mij daarmee zou kunnen helpen. En niet een maatje op afstand te vallen ook. Nee, dat die één keer in... Ja, wanneer dat weer opkomt, komt, weet je. En dat hij dat even lekker voor me schoonmaakt. En dan een lekker bakje koffie doet, gezelligheid. Ja. Ik wou dat er iemand was die dat allemaal voor me op kon knappen. Ook die troep uit die hoek weg. Die bak weg, die daar staat. Van de moestuin, dat moet allemaal nog weg. En die geul achter elkaar in haar fiets, die wil ik dicht hebben. Dat had gelijk dicht gemoeten. Waar die tegels staan, dat is ook nog niet dicht. Die tegels om de vlinderstruik, dat staat niet vast. Dus ja, wie helpt? Alsjeblieft, is er iemand die kan helpen? Ja, ik heb geen geld om te betalen. Moet uit liefde gebeuren. Ja, je kan wel eten meekrijgen, tenminste bij me eten. Je kan een bakje koffie krijgen, een bakje thee krijgen, een sapje of weet ik van wat. Enkel overdag en door de week geen alcoholische dranken. Nee. En wie werkt moet sowieso al geen alcohol drinken, vind ik. Als je aan het werk bent, nee. Het moet goed gedaan worden. Als je klaar bent, kun je een drankje krijgen. Dus tijdens de werkzaamheden, een sappie of wat dan ook, maar geen alcohol. Ben je klaar, dan kun je wel iets krijgen met alcohol. Een biertje of wat dan ook. Hé? Ja. Die zijn ook weer binnen. Klaar nu, dames. Allebei. Ja, allebei. Allebei. Wat moet je nou? Ik ga weer verder aan het werk. Ja. Dus ik zeg, au, die onderste waren van mij. Dankjewel. Dankjewel. Dan ga je voor me zitten. Ik moet die kant op. Mag ik het door? Dank u wel. Dus ja, ik ga lekker aan de gang. Bakje koffie erbij. En dan zien we wel waar het schip gaat stranden vandaag. Ja, ik weet het niet. Nee, het zit me nog steeds hier een soort met band. Die af en toe even aangedraaid wordt. Maar ja, gaat misschien vanzelf wel weer over en anders maar niet. Nee, ik kan er niks aan doen. Ik zit er niet mee. En ik weet, ik heb ook weer een paar vragen van Mirjam Eleveld. Maar nu even niet, lieve schat. Nee, staat mijn hoofd even niet bij. Nee, dat moet ik wel even er weer helemaal bij zijn, schat. Maar dat komt wel weer goed. Ik wacht ook nog steeds op vragen van ons lieftallige Cor en zijn zoon Kokkie. Dus ja, die moet er ook maar mee komen. En dan komt het allemaal wel weer goed.
Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet ze en geniet een klein beetje met mij mee. Ik ga lekker met die tas beginnen en zorgen dat de la weer vol komt. Want nou, hè? Ja. Ja, echt. Moet vol. Moet weer een kop op. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet met mij mee. Doei, doei. Ja, lieve vrienden. Zoals jullie zien, staat daar het een en ander wat netjes opgevouwen is. Maar ook een heleboel. Hier. Ja, dat moet ik wel een plekje geven. In twee lades. Zoals die dweilen, deze stapels, die twee. En dat stapeltje. Dat moet eigenlijk in de onderste la blijven bij mijn placemats. Dus ja, dat gaan we straks eventjes doen. En wat moet jij? En wat moet jij? En wat moet jij? En wat moet jij? Oh, je hebt... Nee, doe maar. Nee, kind. Ga maar drinkje doen. Ja, het kruikje maakt voor jou ruimte. Ja. Zie je wel? Kijk je erbij? Want ik moet er toch ook bij? Ik heb schoon een theedoek in handen opgehangen. Er ligt een schoon aanrechtdoekje. Dus ja, en dat moet even drogen. En als dat droog is, kan het in die tas. En die tas, daar zit alweer wat in. En dat gaat daar tussen. Dat is mijn tas voor de vuile keukenwas. Wanneer dat droog is, niet nat, want dan krijg je schimmel. En als die vol is, dan gaat die naar boven. En daar hangt ook geen tas mee. Dus ik heb er twee tassen door, lieve vrienden. Ja. Dat ik ben weer trots op mezelf. Ja, het moest toch gedaan worden. En ik denk, voilà, ga maar lekker door. Zal ik zo meteen mijn kopje even afwassen. En dan kan ik weer een bakje koffie nemen. Lekker. Ja. Dus, moet jij naar buiten? Moet jij naar buiten? Moet jij naar buiten dan? Moet jij naar buiten? Moet jij naar buiten? Ja, en ik wil jullie nog wat laten zien. Ja, maar eerst deze kleine meid naar buiten. Mijn amaryllis, ja, daar gaan we weer even naartoe, want die gaan we volgen, hè. Ja. 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 Wanneer die uitkomt, Joost mag het weten. Ja, ik weet het echt niet. Ik weet het niet. Mooi, ja. Ja. En hij staat nou tenminste strak recht op. En hij ging al hangen, dus ik heb hem omgedraaid om te groeien naar het licht toe. Dus ja. In de hoop dat hij wel heel blijft nu. Hij is lang, hoor. Kanonnen. En dan komen straks die bloemen er nog er tegenaan. Ja, ook dat nog. Tenminste, die komen er nog tegenaan. Die komen er nog uit en dan wordt die nog groter. Weten jullie het nog van vorig jaar dat hij op de salontafel stond? En dat hij zo wat tegen de lamp aan kwam? Ja. Hè, tegen die lamp aan. Ja. Dus, maar in ieder geval, lieve vrienden, ik ga dat opruimen. Dit moet naar boven toe. Dat was nog een groot handdoekje voor je haar of zo. En dat moet bij de kattenkamer. Dus ja, dan gaan we dit opnieuw inruimen. Even eerst leeghalen, schoonmaken. Want ik zie een vlekje daar. Een vlekje. Nou, die wil ik er eerst even uit hebben. Dus dat gaan we even doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet een beetje met mij mee. Ja, en het is opgeruimd. Die laad ligt weer aan zijn hartjes te vol. Deze stapels zijn hoger dan de rest. Die en die. Die is lager. Die zijn ongeveer even hoog. Die ook. En hier konden de placemats niet meer bij in. Want dan ruigen we ze er aan de andere kant er weer uit. Ja, dus die heb ik even in die laag gedaan. De bovenste.
Dus ja, dat is weer netjes opgeruimd. En er is er eentje lastig, die wil er weer uit. En de placemats die leggen in. En deze la er bovenop. Kan nog net. Moet jij er weer uit, kerel? Nou, verroet hem maar. Hé. Die was er al uit geweest. Maar je hebt weer boven leggen te slapen, denk ik. Doei! Voilà. Boefie. En die doen het ook zo mooi, hè? Ja, dat is een mini, hè? Ja. Dus ja, dat dus. En dat moet dus naar boven. En ja, ik ben van de week ook al, terwijl ik zo beroerd en ziek en onderweg was, om nou ja, me lamlendig te voelen. Ik ben nog niet op en top, hoor. Heb ik mijn sleutelringen gezocht voor mijn beestjes. Maar nog steeds geen sleutelringen te vinden in mijn laadjes. Dus we gaan verder zoeken en anders moet ik ze kopen. Want die wil ik toch weer aan de poester hebben, hè. Ja, echt waar. Komt allemaal goed, lieve vrienden. En ik zou zeggen, geniet. Ik ga naar koffie en ik ga zo meteen een hapje eten. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Dus ja, ik draai jullie even om. Dat lijkt me wel zo handig. Wel een idee. Zo, en nou het scherpje even nog omdraaien, zie ik mezelf ook. En dan heb ik tegenlicht, zo. Moet dus nog een vlog in elkaar zetten. Komt ook allemaal goed. En de meisjes zijn lief. Ja, baby. Ja, baby. Ja. Ja, onderweg niet, hè. Toen deed je vrouwtje zien en een oorknopje eruit eronder bij me. Ja, we zien. Dat was dit oorknopje, dat hele kleintje hier ook. Tussen die en mijn oorbel zelf in. En die vloog eruit. Want, daar ging het op de kanaal weg bij die verkeerslichter. Daar heb ik even staan te filmen. Maar toen ga ik de hoek om. En heb ik nog even staan te kijken. En ik zag een bekende ook met een klein hondje. En ja, gewoon hartstikke leuk. Even op afstand staan te praten, want zij moest oversteken. Ik dus rechtsaf. En ineens voelde ik gestoot tegen mijn been aan. Ik denk, wat is dat? Dat ik kijk om, is het Elwin? Maar ze had geen halsband om. Hoe dat is gekomen dat ze uit de halsband weg was gesnapt, ik weet het niet. Maar ze bleef mooi bij me, ze was niet naar dat hondje toegegaan. Ze bleef bij mij, nou ben je zo blij met haar beestje, trots. Dus ja, die gaf ik even een extra knuffel, had ze verdiend. Kom die kleine doerakkie erbij, ja die wil ook geknuffeld worden, prima. Maar ze deed mij wel zeer. Kanonnen, want ze heeft van die scherpe nageltjes en ik voelde hem eruit vliegen en ik zie hem gelukkig leggen. Dus ik heb hem mee opgepakt in mijn zak gedaan. Ik heb hem thuis even schoongemaakt en er weer in. Ja, enkel mijn slootje was er kwijt. Ik denk, nou ja, ik heb slootjes genoeg. Ja, toch? Dus, hè? Jonggedame. Ja, jonggedame. Uit, nee, je komt niet uit Suriname. Nee. Nee. Hé? Blaf je ook Roemenisch? Nee? Gewoon Nederlands, hè? Ja. Ja, jij begrijpt alle talen, hè? Ja, Elwing ook. Hondjes begrijpen dat gewoon. Ja, hondjes en poesjes begrijpen alle talen. Ja, ja, nou doe je jezelf weer. Ga ik je even zakken met de stoel? Hé? Nou, staan we weer helemaal beneden aan. Kiekeboe. Ja, wat moet je? Ja? Kom dan. Nee, doe het niet. Doe het niet? Nou, kom dan. Kom dan. Kom dan. Nee? Nou, dan niet. Nee, als ze niet, dan moeten ze het bekijken. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Gaan wij hier aan deze kant ook doen.
moet dus nog een vlog in elkaar zetten, zoals ik al had gezegd. En eten en de meisjes weer uitlaten. Ja, dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet een beetje met ons mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, jullie zien mij buiten. Ja, en de hondjes die lopen daar. Ja, echt waar. De laatste ronde. Ja, en dan gaan we straks lekker naar bed. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, het is uit met de pret. Ja, voor vandaag wel. We gaan zometeen lekker naar bedje toe. Hé, dametjes van het goede leven. Hé? Ja. Dat loopt nou op de Kanaalweg, zo heet het hier. En dan gaan we straks gewoon weer richting huis. Daar zijn we al mee bezig. En dan hebben we ons blokje weer gehad. En dan, daarom zeg ik vanaf deze kant, vanuit het koude Den Helder, want het is roetje koud. Welterusten, slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard gezond uit je bed zien te komen. Ik zeg graag tot aan de andere kant vannacht. En weet, God houdt over ons wel allemaal de wacht. Doei!